Hallo, ik ben Peter Peer. Even mijn stofafzuiging zachter, dat scheelt eventjes een hoop extra kabaal. Hey, goeiedag. Ik wil je vandaag een tip geven. En de tip is eigenlijk bijna een cliché, hè? Van scherp gereedschap is ontzettend belangrijk. Zonder scherp gereedschap is het werken echt, geen pretje meer. En dat mag het natuurlijk gewoon zijn. Hè? Het hout draaien mag natuurlijk gewoon ontzettend leuk zijn. En dat is het namelijk ook. Maar het wordt dus nog leuker als je gereedschap ook echt scherp is. Ik heb daar best mee zitten stoeien toen ik net begon met hout draaien. Ik had eigenlijk niet de goede materialen om een goed scherp te kunnen krijgen. En daardoor had ik hele wisselende resultaten. Dus de ene keer ging het heel goed en de andere keer ging het niet goed. En ik begreep eigenlijk niet zo goed waarom dat gebeurde. Wat ik vandaag wil laten zien is hoe ik een vormguts slijp. Dat is een... even terugspoelen. Vandaag wil ik je laten zien hoe ik een afruwguts slijp. Dus niet de vormguts, dit is de afruwguts. De afruwguts gebruik je om het eerste stukje, als hout vierkant is, om dat rond te maken. Dus dat is echt een fantastische gereedschap daarvoor. Heel efficiënt, heel snel. Om te slijpen is dat best redelijk eenvoudig, zou je zeggen. Want hij heeft overal dezelfde hoek. Hij is 45 graden rondom. Dus je doet hier bijna helemaal egaal glad. Er zitten een paar kleine stukjes hier nog een beetje. Zie je dat? Dat is nog iets ruwer. Maar daar ben ik gewoon nog niet geweest met slijpen. En eigenlijk gebruik ik het gereedschap ook zelden aan die kant. Dus dat gaat over een tijdje. Misschien pas over een maand of zo is dat zo weggeslepen. Hé, hoe kan dat dan? Ik slijp hem heel vaak, maar slijpt het dan niet weg? Nou, ik heb een slijpsysteem en die haalt maar een heel klein beetje staal weg. Echt puur het hoogst noodzakelijke. En dat is eigenlijk ook de grote tip die ik bij deze wil meegeven. Is natuurlijk van werk nooit zonder scherp gereedschap. En daarbij hoort eigenlijk ook een goede manier om te slijpen. Ik zal even de camera omdraaien. Dan kan je zien wat ik zie. Kijk, daar zijn we. Ik sta hier bij mijn slijpstation. Ik heb twee slijpmachines. Links, ik zal me even aanwijzen, links daar, dat is de Sorby Pro Edge. Dat is een bandschuurmachine. Dat is een bandschuurmachine met verschillende schuurbandjes die je erop kan leggen. En daar rechts, daar staat de Tormek. En de Tormek is een natte steenslijpmachine. Dus er zit aan de rechterkant een waterbak en die grijze steen die draait dus in een bak met water. Allebei de machines zijn echt fantastisch. Ik kan ook eigenlijk niet echt kiezen welke nou beter is dan de andere. Ze zijn allebei kwalitatief super goed uitgevoerd. Maar goed, in dit geval voor de afruwguts, dat is deze, heb ik dat rechte profiel, daar is die Sorby Pro Edge super goed voor. Ik heb er nu een schuurband op zitten met een korrel van 600. Ik heb allerlei verschillende korrelgroottes. En 600, dat is best wel fijn eigenlijk, maar dat is ook een hele fijne, dat geeft een goede, dat haalt niet veel materiaal weg van je gereedschap, maar dat geeft ook meteen goed scherp gereedschap. Het voordeel van nu op dit moment is, ik heb even geen statief voor mijn camera, maar ik kan met één hand, zal ik hem kunnen bedienen. Kijk, dat is natuurlijk fantastisch, hè. Dus ik zet de bandschuurmachine aan, dan gaat hij draaien, dat draait rustig. En er zit hier een houdertje, even kijken hoe ik hem beter kan houden zonder mijn hand voor de camera. Er zit hier een houdertje, dit blokje. Kan je eruit halen. Er zit mooi haaks ten opzichte van de schuurband. En je legt het gereedschap leg je er gewoon op. En je haalt hem zo in dat houtje. Haal hem heen en weer. Ik geef maar weinig druk op de schuurband. Kijk, het is gewoon bijna gepolijst. Zie je dat? Dat is echt. Dat is hoe snel het ook gaat. Dus als het gereedschap super bot is. Ik ga hem even omdraaien. Hey, hallo. Als het gereedschap super bot was, dan is dit al genoeg om hem weer helemaal scherp te krijgen, zodat je gewoon weer ontzettend veel kan slijpen. En de vraag die ik erbij ook wel eens krijg, van hoe vaak moet je nou slijpen? Nou, weet je, dat verschilt dus heel erg. Je moet eigenlijk slijpen vlak voordat het bot wordt. Dat is een beetje de clue. Dus meestal in de praktijk komt dat erop neer dat ik voor elke cursusdag bijvoorbeeld me even slijp. Voor elk projectje waar ik opnieuw begin even slijp. Meestal hoef je tussendoor niet te slijpen, met goede kwaliteit gereedschap natuurlijk. Hoef je tussendoor niet te slijpen. Maar ja, je kan me zoiets tegenkomen in het hout. Hè? In hout kan zelfs gewoon soms zand zitten of steentjes. Of ik heb ooit een keer een spijker gevonden in een stuk hout tijdens het draaien. Dan is je gereedschap meteen wel weer even bot. Dus dan moet je weer opnieuw slijpen. Dat is logisch. Dus maar goed, ik hoop dat ik met deze dit filmpje even heb kunnen laten zien. Hoe makkelijk het eigenlijk is om gereedschap te slijpen als je een soort van houder hebt, hè, voor je slijpsysteem. Dus dit is de Sorby Pro Edge met die bandschuurmachine.
Maar je hebt bijvoorbeeld ook een bankslijper. Raad ik iets minder aan. Die zijn best wel agressief. Maar hè, mocht je willen improviseren, kan dat op die manier ook. Hè. Maak een houdertje waar die mooi in kan liggen. En je hoeft hem eigenlijk alleen maar rond te draaien. Precies op de goede hoek. Over hoek gesproken. De hoek die ik gebruik voor mijn afruggut is 45 graden. Dus de hoek van het gereedschap is 45 graden. Hey, nou, ik hoop dat je wat aan dit filmpje hebt gehad. Wil je er wat over zeggen? Schrijf even een berichtje hieronder. En je kan je natuurlijk ook altijd even abonneren op mijn kanaal. En dan zie je mijn filmpjes die ik in de toekomst nog meer ga maken. Zie je dan vanzelf weer verschijnen. Dus hey, ik wens je een hele fijne dag. Heb veel draaiplezier. En tot de volgende keer maar weer. Doeg!